iedereen, super, super tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video van mij. Nou, ik zie er echt niet uit. Het is vandaag zaterdag en ik ben net uit mijn bed. Ik dacht van, ik ga eens even naar beneden lekker ontbijten en spanga's en brugglas terugkijken tijdens het ontbijt. Vandaag in deze video een vlog plus kastopruimen video. Maar ik dacht zo van, ik ga een keer mijn kast weer opruimen, want ik wil de winterspullen weer in de kast doen en de zomerspullen weer in de bakken doen. Dus dacht van, doe ik vandaag wel weer, want het koude weer komt er weer aan. Het is al september, oktober is het zo. Dus beter te vroeg dan te laat. Maar ik hou wel een paar zomerdingen, items, nog in mijn kast. Want anders, als er nog iets heter wordt, kan ik nog wat zomerspulletjes aandoen. Dus ja. En ik laat jullie natuurlijk zien mijn favoriete 10 favoriete winteritems. Nou, ik heb super lekker gegeten. Ik heb zeg maar een broodje met vruchtenhagel, met kaas en een croissantje met jam gehad. En een lekkere kop thee. Lemon thee, dus daar hou ik altijd van. Of aardbeienthee of vruchtenthee of zo. Enige thee waar ik niet van houd is munt, sterrenmunt. Munt. Nou, ik ga me nu dus omkleden. Even kijken wat ik aan ga doen, want het wordt lekker weer. Dus let's go. Ik heb hier allemaal mijn, zeg maar, mijn shirt. Ziet er echt niet uit, maar ja, ik ga toch straks mijn kast opruimen. En hier heb ik zeg maar mijn pyjama's en dat soort dergelijke dingen, spullen, ga ik ook allemaal weer veranderen. Hier heb je spiegel. En hier liggen mijn blousjes er zo in. Schoenen onderop. Onderhoed, BH's, hemden. Zwemspullen. Sokken. Nou, ik ben helemaal klaar voor de dag. Ik heb een knotje in. En ik heb dit superleuk shirt aan van de New Yorker. En dit rokje van, ik weet niet hoe het heet, ook de New Yorker. Deze van New York Fashion. Deze van New Yorker. Een New York Fashion. Ja. En dan heb ik nog mijn Fila schoentjes aan. Even inzoomen. Mooie zwarte Fila schoenen. Tijgerprins Scrunchie. Als ik sta, dan kan ik hem niet inzoomen. Ik ben te groot, kijk. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6 bakken met kleding in. Allemaal winterkleding. Nou, ik ga eerst kijken wat ik uit deze kast al weg ga doen. En wat ik niet meer aantrek. Dus ja. Ik ga niet alles al eruit doen, want het is nog best wel redelijk lekker weer. Maar het koude weer komt ook wel weer aan. Nou, ja. Dit zijn zeg maar buikshirtjes. Die doe ik nou niet meer aan. Want ja, dat is niet echt mooi voor nu nog. Maar ik vind sommige t-shirts kan je ook gewoon in de winter aan. Maar sommige ook weer niet. Maar dat is een beetje moeilijk soms. Ik ga zeg maar eerst alle shirtjes sorteren en zo, lange mouwen, korte mouwen, die ik niet meer aandoe. En die leg ik dan apart. En dan begin ik met de bakken, kijk ik daar naar de shirtjes. En dan ga ik alles mooi indelen en zo. Dus ik wil wel een beetje andere indelen voor de winter. Want winter heb ik meer dikkere dingen dan in de zomer. Heb je niet echt zo heel veel, ja, dikke spullen en zo. Dikke spullen en zo, jongen. Nou, nu ga ik zeg maar een beetje t-shirts uitzoeken en een beetje op kleurs leggen. Want dat vind ik altijd wel fijn. Spulletjes op, ik bedoel, kleding op kleur sorteren. Kijk, zo ziet het er nu uit. Ik ben een beetje aan het sorteren. Maar het schiet aardig op. Kijk, hier heb ik de truien, zeg maar de dikkere truien. Hier ook een beetje dikkere truien, wel een beetje qua kleur en zo. Hier zeg maar de t-shirtjes met lange mouwen. En dan heb ik hier shirtjes en hier. En hier achter heb ik van die dunne truitjes. Deze ook.
Dus ja. Kijk, niet normaal. Deze kleden die op de grond liggen. Ik gooi ze normaal niet op de grond. Maar deze kleden die gaan weg. Dus hele stapel. Winterkleding. En ook nog riemen. Een paar riemen. Die ik echt niet mooi vind. Dus die doe ik ook weg. Even kijken welke naar liggen de zelfs toe. En welke ik gewoon aan mijn vriendinnen ga geven. Kijk, het is helemaal klaar. Hier heb ik een paar zomerbroekjes nog neergelegd, want het is nog lekker weer. Dus ja, en hier zeg maar de korte broeken, hier de spijkerbroeken, lange broeken. Hier de zwarte broeken, hier de zeg maar glansbroekjes, leer. En zeg maar rokjes, leren rokjes, zwarte rokjes. En hier de spijkerrokjes en zo. En dan heb ik hieronder heb ik... zeg maar mijn werkbroeken, mijn werkshirt, truien, zeg maar nachthemdjes. Ik kan hem niet zo heel goed laten zien. En dit zijn korte mouwen shirts, dit zijn korte hemdjes shirts, want het is nog lekker weer. En korte broeken, lange broeken van pyjama's, hier ook. En hier zeg maar de lekkere warme pyjama truitjes. En hier ook nog pyjama blouse. Nou hoef ik alleen nog zeg maar de sportgedeelte indelen, hoe ik dat ga doen. Dus ja, dat hoef ik alleen nog te doen. En dan ben ik alweer klaar en dan laat ik mijn 10 favoriete outfits zien van de winter. Ik ga natuurlijk nog wel een paar winterkleren halen, maar niet met zo heel veel. Hoe het er nu na uitziet, heb ik alleen nog jurkjes nodig en een paar rokjes en shirtjes ofzo, verder niet. Van lange shirtjes. Dus het andere gedeelte ziet er nou veel net uit. Hier heb ik zeg maar de blousjes. Beetje, ja, dit zijn de winterblousjes. En hier heb ik zeg maar de jurkjes neergehangen. Ja, en hier van die dikkere blousen voor de winter. Echt van die dikke. En hier zeg maar bomberjekje. En dan heb ik hier weer vestjes. Werkbes. Nog jurkjes van de zomer. Heb ik hier nog even achter neergelegd. En dit moet ik ook nog even uitkijken hoe ik dit ga indelen. Maar dat komt nog wel later. Nu heb ik de winterspullen er al vast in gedaan. Kleding. Kijk. Daar heb ik zeg maar mijn lange sportbroeken neergelegd. Hier heb ik mijn lange mouwen sportkleding. En hier korte mouwen. Hier mijn turnpakje met lange mouwen. Hier turnpakjes met korte mouwen. Turnbroekjes met korte broekje. Turnkorte broekje. En hier heb ik toch maar mijn shirts van het werk neergelegd. En hier de trui. En hier de werkbroeken. Dus ja, en dan... leg ik deze. Leg ik spot BH's. Leg ik ook nog hier even neer. Nou, deze outfit heb ik een levenstrui aan. En deze mooie strakke broek van de LTB. Outfit nummer 0. Nou, met deze outfit heb ik zeg maar de LTB broek aan weer. En een leven shirt. En een jasje van de Primark. Deze outfit heb ik een shirt van de New York aan. En een broek van The Only. En er is ook wat leuk als je het koud hebt om een colbertje erbij aan te doen. Deze colbert komt ook van The Only. Shirt, shirt van H&M. Broek weer van The Only. En het is ook altijd leuk om een jasje erbij aan te doen natuurlijk, ja. Een
grijs jasje. En deze komt ook van de Only. Dat is allemaal van de Only. Nou, haast alle outfits van mij komen van de Only. En deze outfit komt ook van de Only. Dus ja, het is allemaal van de Only. Nogal veel van de Only. En van de LTB broeken, zeg maar, van het merk LTB. En het merk Only. Dit shirt komt van de Sena. En dit rokje die komt van de Only. En hier kan ik dan lekker panties onder doen als het koud weer is. En ik heb werkenwear van de Only aan. Wow, deze goed zien. Als ik het heel koud heb, doe ik altijd een kabijtje bij aan of zo, of zwart leren jasje. En deze staat iets meer bij deze rok. Nou, deze glansbroek komt van de Only, Only Wear. En dit superleuke trui komt van Primark. Oh, dit super stoere spijkerpak komt van de LTB. Het is het merk LTB. Oh, dit geblokte jurkje komt van de Primark. Maar ik zou hem in de winter echt met de panty of zo dragen, of een mayo. Het laatste outfit. Deze is van de Only, van het merk Pieces. Ik zou hier ook panties onder dragen. Of een mayo, zwarte mayo. Nou, dit waren mijn favoriete top 10 outfits wel. En ja, ik laat jullie zo meteen nog zien wat mijn lievelingsblousjes zijn, zeg maar. En wat ik graag, Ik vond het best wel moeilijk om te kiezen wat mijn top 10 lievelingsoutfits zijn. Omdat ik best wel veel leuke kleding heb, vind ik zelf dan. En dan vind ik het best wel lastig om dan te kiezen. Maar ja, zet in de reactie wat jij graag draagt in de winter. Ik draag in de winter wel verschillend, zeg maar, lange broeken, flesbroeken, broekpakken. Vooral jurkjes vind ik heel erg leuk om te dragen en rokken. Want na het werk draag ik meestal altijd een spijkerbroek. Dat het moet voor werk. Dus ja, ik werk in de supermarkt. Dan moet ik gewoon een spijkerbroek aan met een werkshirt of een trui. Dus... Nou, wat ik wel heel erg graag draag is deze blouse. Ik haal hem er wel even uit. Wow, valt er allemaal weer af. I'm sorry. Zo, deze. En hij heeft hier van die... Ja, roze vlekjes, stipjes. En hier heeft hij van die franjes. En daar hou ik heel erg van. En... Even kijken welke blouse nog meer. Deze gestreepte spijkerblouse draag ik heel graag. Die heb ik ook net nieuw. Alles valt er altijd af bij mij. En... Even kijken, deze... Groen, zwart en dan met witte bloemen. Ik ben echt super verkouden, echt super irritant. Ik zeg altijd... En deze vind ik ook heel erg leuk. Want hij heeft hier van die pareltjes aan de mouwen. En ook weer franjes. En een beetje apart blouseje. Gewoon helemaal blauw en dan gewoon mijn pareltjes er langs in. Superleuk, chic. Maar dit was nog niet al mijn kleding. Ik heb boven op zolder heb ik ook nog jasjes, jackjes en zo. Zeg maar warme truien. Ik bedoel warme vesten. Truien bedoel ik niet, sorry. Laat ik zien en dan sluit ik de video af.
gewoon mijn winterjaas. Oh ja, hier heb ik mijn winterjaas. Tijgerprint. En hier heb ik nog een winterjaas. En dit is nog mijn nieuwe zomerjaas. Alles valt er weer af. Echt waar. I don't know. Alles valt er bij mij altijd af. Dit was mijn video dus. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zo ja, dikke blauwe duim omhoog. Nog niet, ga abonneren, het zeker doen. En dan zeg ik tot de volgende video. Elke vrijdag komt er een video op mijn YouTube kanaal. En soms op de dinsdag een bonus video. En nu zeg ik tot de volgende video. Doei doei.